Ja, jullie noemden net alle twee dat jullie op jonge leeftijd helemaal meegingen in die opgezwollen gekte. Hoe is het nou om dan ineens met dat soort mensen samen te werken, waar je eerst echt groot fan van bent? Ja, vet. Sowieso. Wel wennen in het begin. Ja, wat is er wennen aan? Ja, ik weet, op de een of andere manier kijk je in het begin toch nog wel tegen iemand op. Vooral als je hem nog nooit echt met hem gesproken hebt of zo. Of, ja. Dus dat is wel raar. Maar dan op een gegeven moment kom je er gewoon achter dat het ook maar gewoon mensen zijn natuurlijk. Maar ja, als je dan een jaar geleden daarvoor nog echt voor het podium staat keihard los te gaan. Ik weet niet, dat is raar. Maar nu is het gewoon, ja. Ja, nu is het normaal. Nu is het super tof. Gewoon lachen. Gieren, brullen, alles. Ja, het is gewoon, het is ook gewoon echt, ja, ik weet niet man. Het is ook gewoon echt gezellig, soort, snap je? Ja, echt. Want ze zijn tegelijkertijd ook docent op de Rockacademie zelf, toch? Of, ja, ja, klopt ja. Ja, of, ja Styx en Roscoe ook dit jaar. En volgens mij doen ze ook op Herman Brood Academie en Rico ook, volgens mij. En Winnen ook, Jiggy J ook. Ze zitten er allemaal op Herman Brood Academie, dus ik heb eigenlijk alleen met Styx en Roscoe en Rico van doen gehad. Ja, het is wel apart, snap je, maar na 2 maanden of zo, of in ieder geval, ik had meteen al wel, ik weet niet, ik had meteen al een goede klik of zo met Styx, had ik het idee, met Junte. Ja. Meteen eigenlijk al wel gewoon, ja, ik weet niet, klikte het wel op een of andere manier. Ja, hij vond de muziek toen tof, en ja, het is Tilburg, snap je. Ik kom daar vandaan, dus dan... Ik was sowieso niet op mijn mondje gevallen, überhaupt niet op school en dan in het eerste jaar en dan het tweede jaar ook niet. Ik ben gewoon wie ik ben, snap je. Ja. Dus ik had vrij snel gewoon, zaten we van alles en nog wat te lullen. En toen hoorde die onze muziek ook via Rico. Rico is eigenlijk de eerste die dat met hem hebben we dan die ook ontdekt. Die track, maar dan hadden we precies al een track mee opgenomen. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen en dan op een gegeven moment, je kijkt daar niet meer echt, ik weet niet, nu is het gewoon Styx. Ik spreek hem, ik kan hem bellen, ik sms hem, we zien elkaar bij optredens, we zien elkaar buiten optredens. Het is gewoon heel tof, ik leer keiveel van hem, gewoon elke keer als ik hem zie, pik ik ook echt wel weer iets op van hem of zo, snap je? Van of wat hij heeft meegemaakt in die, of met schrijven of iets. En dat is hetzelfde met al die andere jongens ook zo. Voelt gewoon hecht, Ik ben echt trots dat we deel mogen uitmaken van die hele faculteit groepsap. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik iets Nederlandstalig luister, komt het eigenlijk ook gewoon uit... Ja, ik vind het nog steeds raar om te zeggen, maar uit ons eigen kamp of zo, snap je? Dus ja, hard. Heel tof. Maar ik hoop dat zij het ook tof vinden als ze met ons mogen rollen, snap je? Ja. Ik bedoel, wij zijn ook wel... Ja, wij zijn ook hard. Knijteraadje. Dat is grappig, hè? Ja, top. Dankjewel.